Goed, welkom bij de loting voor de Riksax Cup, Riksax Verhuur Cup. Tussen allerlei verschillende Flevolandse verenigingen. Nou goed, we hebben ze allemaal aangeschreven en het werd als zeer positief ontvangen. Hartstikke goed initiatief. Dat naast de KNVB-beker, waarin Riksax ons ondersteunt ook als Almere City zijnde, ons ook steunt in de weg naar deze Final Four. Wat ik zei, er doen er 20 mee, 20 Flevolandse verenigingen. Vandaag is de loting. Uiteindelijk willen we richting de 16 verenigingen. Dus we gaan nu loten voor de eerste ronde. De eerste ronde wordt gespeeld 18, 19 januari, 25, 26 januari. Nou, er worden gespeeld 4 wedstrijden. Dus dan krijgen we 4 afvallers helaas. Maar uiteindelijk komen we dan op die 16 verenigingen. En die gaan de achtste finale spelen. Ook die loting zal straks volgen. We beginnen nu met de loting voor de eerste ronde. Nou, bij me heb ik Gerard de Vries. Gerard is supporter van Almere City. Nou, wat is er nou mooier om samen met de supporters dit initiatief te ondersteunen en dus ook de loting te verrichten met elkaar. Gerard, laten we beginnen loting voor de eerste ronde. Yes. De eerste club die wordt geloot is VV Tollebeek. Speelt de eerste ronde. Een thuiswedstrijd. Tollebeek speelt thuis tegen RKO Rutten. Dus Tollebeek tegen RKO Rutten. De winnaar daarvan zal uitkomen in de achtste finales. De tweede wedstrijd. Een thuiswedstrijd voor Bas Voetbal. Bas Voetbal uit Biddinghuizen speelt thuis in de eerste ronde. Ik zal het gaan opnemen. Zo. Kijk eens. Bas die zal het thuis gaan opnemen tegen SC Buitenboys uit Almere. Dus Bas thuis tegen Buitenboys in de eerste ronde. Dankjewel. De derde wedstrijd. Die weer voor jou. Ja, dankjewel. Een thuiswedstrijd voor combinatie Krel Band speelt thuis in de eerste ronde van de Riksax Cup. En Krel Band zal het gaan opnemen tegen ASV Dronten. Dus de derde wedstrijd Krel Band tegen ASV Dronten in de eerste ronde van de Riksax Knockout Cup. De laatste wedstrijd voor de eerste ronde. Daarin een thuiswedstrijd voor VV Unicum uit Lelystad. Een thuiswedstrijd voor Unicum. Yes, dankjewel. De laatste. En Unicum die zal het thuis gaan opnemen tegen Real Dronten. Dus Unicum thuis tegen Real Dronten. Dat was de loting voor de eerste ronde. De winnaars van deze 4 wedstrijden plaatsen zich voor de achtste finales. En ook die loting gaan we zo meteen verrichten. Oké, uiteindelijk werken we naar een Final Four. Hè, en dat wordt gespeeld hier op het terrein bij Almere City FC in het Janmaat Stadion. Final Four wordt gespeeld op zaterdag 13 juni. Nou, waarin de beste 4 vanuit de Riksax Cup gaan strijden om de winnaar van de Riksax Cup. Dus allemaal succes. Nou, we hebben net geloot voor de eerste ronde. Eerste ronde van de Riksax Knockout Cup. We gaan nu door met het loten van de achtste finales. Nou, die wedstrijden worden gespeeld begin maart of 21, 22 maart in dat weekend. Uiteraard is voor alle clubs de mogelijkheid om door de week te voetballen. Regel dat onderling, regel dat via ons. Is geen probleem, er valt alles te overleggen. Gerard, we gaan door met de loting voor de achtste finales. Uiteraard 16 Flevolandse verenigingen in de koker. Inclusief de wedstrijden van de eerste ronde. De winnaar daarvan. En we gaan met de eerste wedstrijd, een thuiswedstrijd. Een thuiswedstrijd voor SV Lelystad. SV Lelystad speelt thuis. En Lelystad gaat het opnemen tegen FC Almere. Dus Lelystad thuis tegen FC Almere in de achtste finales van de Riksax Knockout Cup. Een thuiswedstrijd voor
Forza Almere. Forza Almere speelt een thuiswedstrijd. Forza Almere gaat het opnemen. In Almere, uiteraard. Tegen Batavia 90 uit Lelystad. Dus Forza Almere tegen Batavia 90. Dan een thuiswedstrijd voor ASC Waterwijk. Ook uit Almere. Waterwijk speelt thuis. En Waterwijk gaat het thuis op eigen sportcomplex opnemen. Kijk eens, tegen Sporting Almere. Een heuse Almeerse derby. Waterwijk tegen Sporting Almere. De achtste finales van de Riksax Cup. Yes, dankjewel. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. En dat wordt dan een thuiswedstrijd voor Flevo Boys. Flevo Boys speelt thuis in Emmeloord. Flevo Boys gaat het opnemen tegen Zwift 64 uit Zwifteband. Dus Flevo Boys tegen Zwift 64 voor de Riksax Knockout Cup. Voor de plaats in de volgende ronde. Uiteindelijk werken we naar een Final Four format toe. Ja, waarin de beste vier op het terrein van FC Almere de finales gaan spelen. VV Zeewolde speelt de thuiswedstrijd in de achtste finales. VV Zeewolde die gaat het opnemen tegen de winnaar van wedstrijd A. De winnaar van wedstrijd A speelt dus uit bij Zeewolde. Zo, ja hoor. De winnaar van wedstrijd C speelt de thuiswedstrijd. De eerste ronde overleeft. We spelen dus thuis de achtste finales. De beste 16 tegen SVM. SVM uit Marknesse speelt de uitwedstrijd in de achtste finales van de Riksax Cup. We hebben nog vier balletjes, Gerard. Ja. Spannend. Gaat zo. Kijk eens. En dat wordt een thuiswedstrijd voor Almere City FC. Dus een elftal van Almere City FC zal thuis spelen. Die zullen het thuis gaan opnemen tegen de winnaar van wedstrijd D. Dus de winnaar van wedstrijd D gaat naar Almere toe voor een wedstrijd tegen betaald voetbalorganisatie Almere City FC. Prachtige uitdaging uiteraard. Dan hebben we er nog twee over. Een thuiswedstrijd voor de winnaar van wedstrijd B. Wedstrijd B winnaar speelt dus thuis. En dan hebben we nog eentje over, Gerard. Ja. Kijk eens. Alsjeblieft. En dat is uiteraard VV Nagelen. VV Nagelen speelt uit. Nou, bij deze de loting ook voor de achtste finales. Wij wensen iedereen ontzettend veel plezier en succes toe. En we hopen de beste acht straks weer terug te zien bij de loting voor de kwartfinales. Heel veel plezier en succes.